Dag student, binnenkort sta je voor de moeilijkste keuze uit je schoolloopbaan. Het maken van de juiste studiekeuze. En omdat die studiekeuze niet altijd even gemakkelijk is, wil ik je graag helpen. Mijn naam is Wa'il Kadi, 21 jaar oud en bachelorstudent sociaal werk aan de Hogeschool PXL. In juni 2019 studeerde ik af aan het Inspire College in Houtelle-Helkteren en ook ik moest een studiekeuze gaan maken. Voor mij was het maken van de juiste studiekeuze niet altijd even evident en mij werd er toen gezegd, Wa'il, het maken van de juiste keuze doe je best aan de hand van een aantal stappen. Stap 1, ik wil kiezen. Aan het begin van je zesde middelbaar weet je dat je een belangrijke, maar goede keuze moet gaan maken. En ook ik wou een echte goede keuze gaan maken. Stap 2, ik ken mezelf. Ik was geïnteresseerd in heel veel opleidingen. Ik was geïnteresseerd in iets sociaals, in iets medisch, maar ook het toerisme lag me enorm. Ken je dat gevoel dat je graag alles zou willen doen? Maar daar was hij dan. Eindelijk heb ik een manier gevonden om toch de juiste studiekeuze te gaan maken. Zo komen we meteen bij stap 3 terecht. Infodagen. Wil je weten hoe bepaalde opleiding in elkaar zit? Of wil je gewoon weten of de opleiding wel echt bij jou past? Dan zijn de infodagen van de hogescholen en universiteiten de place to be. Hier kan je in gesprek gaan met je toekomstige medestudenten, lectoren en opleidingshoofden. Op de website van Onderwijskiezer vind je alle opleidingen van het hoger onderwijs. Hier kan je alvast een selectie gaan maken van de opleidingen die je echt interesseren. Dat zorgt ervoor dat je lijstje alsmaar korter wordt en je studiekeuze uiteraard ook vergemakkelijkt wordt. Stap 4. Een tip die ik jullie zeker kan meegeven is, bezoek de jaarlijkse sit-in. Weet jij wat een sit-in is? Inderdaad, een sit-in is een beurs waar alle onderwijsinstellingen op aanwezig zullen zijn. De sit-in vindt ook jaarlijks plaats in februari aan de Limburghal in Genk. En ook hier ben je weer van harte welkom om in gesprek te gaan met onze studenten en lectoren. Ook ik start aan een opleiding waarvan ik kort na de start merkte dat de opleiding niet matchte met wie ik ben en waar ik goed in ben. Maar via het gesprek met mijn trajectbegeleider en een bredere verkenning van het opleidingsaanbod heb ik toch de opleiding gevonden die echt bij me past. Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet mij te contacteren.